Ja, dan rennen we hier, dan ren ik in dit geval hier naartoe. Dan druk ik op de knop. En dan ga ik hier naar beneden. Tijd om hem te demonstreren is er niet, want tijdens de rondleiding, zo rond 11 uur, komt de eerste melding binnen. Nou, kijk, als misschien wordt gesproken en dan staat hier op de melding. Stormschade, Wemerstraat. Met z'n zessen gaan ze er naartoe. Het blijkt om een losgewaaide winkelpui te gaan. Plaats maar een ladder en kijk hem weg kunt pakken. Pas op die ruiten, hè? Pas op de ruiten. Ja, ik wil graag de autoladder van. Daarna blijven de meldingen binnenstromen. Ja, met een beetje pech ben je heel dag zo onderweg, hè? Stormschade, oprit A35. Voor de brandweerlieden soms gevaarlijke situaties. Ja, daarom staan we aan deze kant van het voertuig. We hebben het voertuig ook zo opgesteld dat wij veilig achter het voertuig kunnen gaan werken. Onderweg zien we veel omgewaaide bomen, maar ook reclameborden, verkeerslichten en meubilair waait de straat op. Wij kunnen die niet gaan zagen zonder alles te vernielen. Er komt nu een autoladder en die gaat er van bovenaf zagen. Melding prio 1, met grote spoed en sirenes naar het volgende adres. Stormschade, we weten niet wat, maar waarschijnlijk iets gevaarlijks of wat, iets wat kan vallen of zo, een boom. Op een cruciale plek en daarom moeten we met scooter naartoe. Het is even zoeken, maar al gauw wordt duidelijk wat er aan de hand is. Het dak komt omhoog. Er is een hele kier tussen het dak en de muur. Via de meldkamer komen meldingen binnen, maar ook mensen op straat houden de brandweer aan. En dat gaat nog wel even door. Ik denk dat we nog een aantal uren bezig zijn, want het is nog de ene melding naar de andere. En ik weet niet hoeveel we er nou al gehad hebben, maar het is al redelijk veel. Nee, daar gaan we kijken.